Jongens, Raskirim wakker bij weer een nieuwe map van de Mappack Revolutionary. Op 28 februari 2013 is uitgekomen op de PlayStation 3. Natuurlijk was die al een maandje eerder op de Xbox uitgekomen. Maar ja, we gaan deze keer spelen Domination op de map Grind. Grind hebben we tot nu toe nog niet gehad. Dus we gaan eventjes het allereerste potje op Grind spelen. En ik hoop dat we gewoon een goede score op dit potje kunnen halen. Ik heb mijn killstreaks ook aangepast. Want in het vorige live commentary had ik mezelf gekild met mijn lightning strike. Mocht ik nou het commentary nog niet hebben gezien. Of mocht ik het commentary daarvoor nog niet hebben gezien. Ik zal ze allemaal linken in de beschrijving. Dus je kan gewoon nog uitchecken als je wil. Alleen ik heb deze keer eventjes de lightning strike vervangen door de Hellstorm missen. Omdat ik net dus mezelf killde met de lightning strike. We hebben ook nog steeds dezelfde party. De party was net een beetje uit elkaar gevallen, maar we hebben hem weer gereunite en we hebben nu nog weer dezelfde party. Een mooie double kill hier meteen aan het begin. Ik kan nog, oh shit, ik wou net zeggen, volgens mij komen ze over de rechterkant. Ik ken de mappen zelf nog niet en ik dacht, ze kan niet zijn dat er maar één raampje daar zit. En ik wou dus net naar de rechterkant lopen, alleen toen dacht ik van, denk niet dat er daar iets zit. En toen opeens, werd ik in mijn zij beschoten. Een beetje jammer was dat, maar ik ken de mappen nog niet, dus we moeten gewoon een beetje nu gaan uitzoeken waar de enemies kunnen lopen, waar ze een beetje zitten. En of ik mijn killstreaks kan halen. Jij zit daar te headclitchen. Dat vind ik nou helemaal niet leuk dat ik dat deed. Maar als jij graag wil headclitchen, dan mag je dat voor mij doen. Er staat er hier ook nog één. Jij zag ik al staan. Oh shit, kijk uit vriend. Komt er nog één. Eerste indruk van de map Grind. Hele chille map als het gaat om, denk ik, highscoring gameplays. Ik denk dat ik hier makkelijk een nuclear op kan halen. Zoals ik de map nu eigenlijk een beetje uit mijn hoofd begin te leren kennen. Ik ben natuurlijk nog niet aan deze kant van de map geweest. Dus ik ken alleen nog het begin van de map. Maar, oh, ze liever weer. Alleen de rest van de map ken ik nog niet. Ze liever gewoon weer. Alleen onze party wordt heet geen host. Dus het is een beetje jammer dat ik deed het host migration in mijn beeld krijg. Maar ja, ik kan er niks aan doen als ze in het game willen leven. Dan mag ze het voor mij doen. Even kijken, ja, de enemy is weer geliefd. Maar de joint meteen een nieuwe. Ik ga meteen opletten. Bij de 1 seconde kan je al bewegen. Die fangs komen om afrennen, want ik zag ze alle twee al op mijn Blackbird staan. Bedankt dat ook weer het teammaat van mij een Blackbird heeft ingeroepen. Want dat helpt er echt gewoon bij als het gaat om goede scores halen. Kijk uit, vriend, want ze spannen allemaal in je rug. Dat kan je zien op je Blackbird. Even je C4'tje gooien. Die vent die heeft flex jacket. En ze spannen nu nog steeds allemaal naast me. Ja, en ik wist het. Hij stond me op te wachten. Ik zag het staan en ik dacht van, ja, zal ik op afgaan? En toen dacht ik, nou ja, ik ga er gewoon op af, want maakt mij het ook uit. En toen ging ik jammer genoeg dus dood. Ik ga nu even proberen wat rustiger te spelen, zodat ik dus niet meer dood gaf van die stomme momenten. Eerst even je C-vlag pakken, zodat we 200 punten erbij hebben voor onze scorestreak. Iedereen komt me helpen zo te zien, dat is mooi. Dankjewel jongens dat je me even komt helpen. En dan gaan we er nu gewoon meteen weer op afrennen, want ik heb nooit zin om passief te spelen. Ik wil er altijd gewoon, oh shit, ik wil er altijd gewoon op afrennen. En die vent die kwam echt een beetje too close. Ik wist niet dat hij daar al liep, ik wist niet dat hij daar al stond. En opeens toen ik stond hij in mijn richtpunt. En mijn teammaat zit er beter pakken. Ik denk dat ik niet meer op tijd ben, dus dan heb ik weer 200 punten misgelopen. Maar ja, nu ook heb ik weer 100 punten misgelopen dat ik een assist krijg. Maar dat gaat allemaal zo in Black Ops 2 en in heel Call of Duty dat je er gewoon niks aan kan doen. En dat hoort ook gewoon bij Call of Duty dat je gekillstreakt wordt. Dat er allemaal van die dingen gebeuren die je eigenlijk niet wil dat er gebeuren. En zo zit Call of Duty in elkaar. Dat maakt Call of Duty ook gewoon leuk. Dat er soms echt gewoon dingen gebeuren waarvan je denkt van, what the fuck, wat gebeurt er nou weer? Wat gebeurt hier? Hoe ga ik nou weer dood? En dat vind ik gewoon leuk aan heel Call of Duty dat dat soort dingen soms gebeuren. Ik pak eventjes de A-vlag. Oh shit. Deze vent die laat zijn RCXD ontploffen. Alleen er loopt niemand. Ik dacht, heeft hij nou flexjacket aanstaan dat hij geen kill krijgt met zijn RCXD? Of doet hij gewoon dom en laat zijn RCXD zelf ontploffen? En het was dus dat tweede dat hij hem zelf gewoon liet ontploffen. Eventjes mijn Hellstorm gooien, want die heb ik verwisseld voor mijn Lightning Strike. Want ik kill mezelf altijd met die Lightning Strike. Eén killetje maar, nou ja. Heel leuk, wil jij ook eventjes in beeld komen hier? Jij mag ook eventjes in beeld. Hoe noem je? Stoereboy, alsjeblieft, Stoereboy. Natuurlijk mag jij eventjes in beeld. Ik moet alles gewoon in één keer opnemen. Dus het is een beetje jammer dat ik niet echt gewoon goede gameplays kan halen. Maar het is gewoon eventjes mijn eerste indruk van zo'n mapje van de nieuwe map pack. En dat doe ik expres, want ik upload vandaag dus ook 4 filmpjes. En dat doe ik expres gewoon, zodat jullie ook eventjes de mappacks kunnen zien. Mocht je ze nou zelf nog niet hebben gezien. Want ze zijn natuurlijk al een maandje uit op de Xbox. Dus ik denk dat de meeste van jullie ze wel hebben gezien bij andere commentators. Alleen, ik zelf hou ervan om gewoon te ontdekken hoe zo'n map in elkaar zit. En niet andere commentators te gaan kijken van, oh, zo ziet die map eruit. Oh, zo gaat het. Dus dit is gewoon de allereerste keer dat ik op deze map speel. En het gaat zo te zien heel lekker. Even mijn Blackbird inroepen, want we hebben nog genoeg tijd. Dus ik roep hem niet voor niets in. Er staan daar 3 enemies die ik waarschijnlijk alle 3 ga killen, want ik sta hier te headglitchen. Het is gewoon zo te zien een hele chille headglitch plaats om te gaan staan. En jij staat maar op te wachten. Dat vind ik nou niet zo leuk van je. En er komt er nog een aan. En shit, ik ben dood gegaan. Maakt niet uit. Het maakt mij helemaal niks uit dat ik weer dood ben gegaan. Want ik zat op een lekker streakje. Volgens mij zat ik op een 11 gun streak. Dus ik denk dat het echt heel makkelijk wordt om hier op een nuke te halen. De map zit gewoon heel goed in elkaar. En ik denk dus ook dat dit gewoon de chillste map is om op te spelen van de map pack. Gewoon de chillste map van heel de map pack. Jou ga ik een headshot op proberen te krijgen. Ah, bijna. Bijna een headshot op die vent. Bijna. Vind ik altijd grappig om te proberen. Ook met een Predator missen op Modern Warfare 3. Als je daar een headshot mee krijgt, vind ik het zelf altijd grappig. Of met een Reaper proberen een headshot te krijgen. Dat probeer ik altijd met van die killstreaks. Maar het is een beetje nutteloos om dat te proberen. Je kan beter gewoon proberen een multikill te halen. Want dat heb je natuurlijk veel meer aan. Alleen ik ben een raar persoon en ik boeit het dus helemaal niks. Of ik nou een multikill krijg of dat ik helemaal niks krijg. Of dat ik gewoon eigenlijk 0 kills krijg. Want dat maakt mij helemaal niks uit. Gaan we eventjes doorlopen naar die andere vlag. Eigenlijk draait het gewoon in deze map om de hele vlag te pakken. En zo snel mogelijk weer je killstreaks te krijgen. Want dat ben ik nu eigenlijk ook de hele tijd al aan het doen. Leef jij nog? Dan help ik je even mee met die A-vlag voor 200 puntjes. Dankjewel, maat.
En dan roep ik mezelf Chopper nog niet in. En dan roep ik pas de volgende ronde in. Ik heb bijna mijn Hellstorm missel. Jij gaat als het goed is hier omhoog. Kill jij een vriend? Dankjewel. Lekker dan. Sviel X Joker killt hem. Lekker, lekker. Dan gaan wij weer doorrennen. Zo zien weer allemaal bij die C-vlag. En dan gaan ze hier weer lopen headclitches. Dat kan namelijk niet anders. Ja hoor, daar staan ze weer. Hij killt ze met zijn RGXD. Lekker, jongen. Oh shit, en jij gooit een C4. Dan gooi ik een C4 terug, jongen. Als jij een C4 op mij gooit, dan ga ik sowieso teruggooien. Dat kan je gewoon verwachten. Want ik heb flagjackers en jij hebt geen flagjackers. Dus jij was gewoon niet goed aan het opletten. En ik vind dit gewoon weer een lekker mapje om te spelen, joh. Alle mappacks, of alle mappen van de mappacks tot nu toe, vind ik gewoon lekker om op te spelen. Ik ga eventjes geen kill meer maken. Ik ga even wachten tot het game is afgelopen. Want dan kan ik meteen het volgende potje meteen weer een nieuwe steltchopper halen, zodat ik er twee heb. Dus ik wacht even tot het potje is afgelopen en dan ga ik meteen het volgende potje met twee killstreaks inzetten. Zodat ik meteen weer een nieuwe killstreak heb en waarschijnlijk meteen ook mijn Blackbird heb unlocked. Zodat ik die ook meteen kan inroepen en dan gewoon op af kan rennen. Hij speelt met de MP7, kom op, WTG. Je kan hem killen. Kom aan, kom aan, kom aan. Het ziet er ook gewoon mooi uit. De kleuren van deze map zijn echt gewoon awesome. Je ziet de skatebaan van hout is natuurlijk die gemaakt. Die is gewoon geel, een beetje bruinachtig. De rest is gewoon echt heel mooi. Die soort van de poppen die worden opgeblazen door lucht. Die zijn ook gewoon vet. Ze hebben gewoon weer aan alles gedacht. Ze hebben aan de nieuwsautootjes gedacht waarmee je het nieuws kan opnemen. Ze hebben aan de fucking vette Ferraris gedacht. Die echt gewoon super vet eruit zien natuurlijk in Black Ops 2. Ze hebben gewoon weer aan alles gedacht. En ik vind gewoon dat Sphere ook echt weer een goed iets heeft gedaan met deze map. Ze hebben echt gewoon mooie mappen ontworpen. En daarvoor wil ik ze eventjes een duimpje omhoog geven. Ik kill bijna mezelf met mijn mooie C4, want ik stukte iemand van mijn team. Ik ga even mijn killstreak inroepen, want ik weet dat hun allemaal nu bij elkaar lopen. En dat ik dus een mooie triple kill kan krijgen als ik hem goed gooi. En ik gooi hem niet goed, want dan krijg ik maar twee kills mee. Maar dat maakt niet uit. Even snel mijn stel chopper inroepen. Dan gaan we even op de B-vlag af, want ik weet dat de enemies bij de B-vlag zitten. Maar ik weet nou niet of ze hem aan het capturen zijn. Ze zijn er zo dat ze niet aan het capturen. En ik heb een Blackbird, alleen we zijn gecounterd. En hij zit de counter uit de lucht te schieten. Sorry vriend, ik kon je niet save. Sorry. Oh shit, er staan er twee. Dankjewel. Oh, die Peacekeeper is ook echt een heerlijk wapen om mee te spelen, joh. Ik had verwacht dat het een beetje een kutwapen zou worden, omdat het natuurlijk een DLC-wapen is. En de meeste DLC-wapens die ooit zijn uitgekomen op een spel. Want andere spellen hebben natuurlijk dat ook al een keertje in hun spel gedaan. Dat je gewoon een DLC krijgt met een wapen erin en een perks erin. Alleen ik dacht dat ze bij Black Ops 2 gewoon een wapen zouden ontwerpen die niet zo overpowered was. Maar dit wapen is denk ik wel het twee na chillste submachine gun die er is in het spel. Natuurlijk is de MSMC naar mijn mening gewoon het chillste SMG'tje in het spel. Alleen ik denk dat de Peacekeeper daar echt net onder komt te staan. Het is een lekker wapen om mee te spelen. Hij kan op afstand, hij kan van dichtbij. Hij speelt lekker met de silencer erop. Want eigenlijk gebruik ik zelf nooit de silencer. Maar hij speelt lekker met de silencer erop. En ja, het is gewoon een lekker wapen om mee te spelen. Dus dat is alles wat ik erover wil zeggen. En ik krijg een headshot met mijn stealth chopper. Als je dat niet onderaan de killfeed staan. Maar ik kreeg toch echt een headshot ermee. Want dat hoorde ik aan het geluidje. Want dan hoor je zo een heel raar geluid. Zo pink. Jij staat achter de nieuwsauto. Wil je een interview hebben, jongen? Nou, hoe gaat het met jou? Hallo, ik ben Jan. Ik kom je interviewen vandaag. Waarom heb je een bivakmuts op? Wat wil jij doen tegen mij? Oké, we gaan weer snel doorrennen. Misschien kunnen we wel de 50 kills halen. Ik heb tot nu toe in elke mappack die ik heb gespeeld, moet ik even goed nadenken, 30 kills gehaald. En ik zit nu weer op de 30. Dus misschien kan ik deze keer wel verbeteren door meer kills te krijgen. Even weer mijn hellstormpje inroepen. Ik wil proberen een headshot. Ah, geen één kill deze keer. Ah, dat was echt gewoon poepseks. Ik krijg geen één kill ermee, joh. Dat ik ga proberen een headshot te krijgen. Red snel een gebouwtje in. En ik ken die map natuurlijk nog niet. Dus ja, ik weet ook niet waar die huizen zitten waar ze allemaal in kunnen gaan lopen. En dat leren vanzelf allemaal wel. Mocht je nou de mappacks nog niet hebben gekocht, wil ik nu eigenlijk gewoon in dit live commentaire zeggen van koop de mappacks. Gewoon chill zijn ze. Zijn lekker om op te spelen. En het is gewoon echt, denk ik, de beste mappack tot nu toe. Ik hoor zo te zien ook nog dat ik moet eten. Maar ja, ik moet even dit potje afmaken en dan ga ik daarna wel eten. Ik moet even snel erop afrennen. Ik wil weer eventjes mijn hellstorm krijgen. Dat ik daar misschien weer een headshotje mee kan krijgen. Ik wil er gewoon een headshot mee krijgen. Klaar. Maakt niet uit wat er gebeurt in het game. Ik wil er gewoon een headshot mee krijgen. En dat gaat me lukken ook. Dus ik ga nu de A-vlag pakken. Dan heb ik namelijk weer een nieuwe hellstorm. Even kijken of ik capture kills kan krijgen. Want dan krijg je natuurlijk weer 200 punten voor. En dat is veel meer dan gewoon een normale kill. En ik heb mijn hellstorm is al in onze rug, jongen. In onze rug. Ik heb hem voor je, alsjeblieft. Roep onze hellstorm in. En ik wil nu een headshot ermee. Kom aan. Headshot, headshot. We gaan het proberen. Kom op, het gaat me lukken. Nee, shit. Ah, fucking hell. Nu heb ik weer 0 kills ermee. Oké, volgende keer gooi ik hem wel gewoon normaal, jongens. Want dit faalt. Ik kan geen headshot ermee krijgen. Die staat in de pipeline. Ga je lekker skateboarden, jongen. Skateboarden zo. Wee. Dat kan je wel met een RGXD doen, denk ik. Dan kan je gewoon hier een beetje mee gaan stunten. Dan kan je zo omhoog springen. En als dan hier op iemand staat te campen, dan kan je gewoon dwars door zijn pisvlek killen. Met die RGXD. Jij spant heel leuk naast, mijn vriend. Dat is echt een mooie span. De spansfalen zo te zien is ook nog steeds in deze nieuwe map. Maar ja, dat kunnen ze nog niet kunnen veranderen. Meestal veranderen ze spans namelijk eventjes naarmate de mappack wat ouder wordt. Nadat ze weten dat de spans gewoon echt keihard falen. En dan veranderen ze het ook gewoon. Maar deze mappack is natuurlijk net uitgekomen. En ze weten nog niet echt waar de personen spannen. Maar dat zullen we waarschijnlijk snel gaan fixen. Misschien was dit ook gewoon een rare span. Maar mijn score is 46-5, jongens. De derde mappack was dit. De derde map van de mappack die we hebben gespeeld. Dus jongens, ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Vergeet de video alsjeblieft een duimpje omhoog te geven. Dat helpt me echt gewoon enorm. Hier nog een mooie final kill van Tyson. Die ik zo meteen eventjes ga toevoegen in mijn vriendenlijst. Volgens mij heb ik er zelf al in mijn vriendenlijst staan. Maar jongens,
Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende map van de map pack. Dus tot zometeen jongens. Bye bye.